Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. We zijn gebleven bij twee koningen hoofdstuk 6. Dat begint met het wonder van de drijvende bijl. Het speelt zich af in de buurt van de Jordaan, waar Elisa bij een groep jonge profeten is. Ze waren vermoedelijk leerlingen van Elisa. Er waren verschillende profetengroepen in de tijd van de koningen. Meestal hoorden zij bij de arme mensen. Daarna begint de koning van Syrië oorlog tegen Israël. Maar zodra hij plannen maakt om zijn legerkamp ergens op te slaan, weet de profeet Elisa dat en hij waarschuwt de koning. De koning van Syrië besluit om Elisa gevangen te nemen. Hij omsingelt op een nacht de stad Dothan waar de profeet verblijft. Als Elisa's knecht de volgende ochtend ziet dat ze door een geweldig sterk leger omsingeld zijn, wordt hij bang. Maar Elisa leert hem dat de strijd verder gaat dan wat hij om zich heen kan zien. Er is een strijd tussen het rijk van God en dat van de duivel. Daar zien we met onze ogen niets van, maar het is wel goed dat we ons bewust zijn van die strijd. Elisa zegt tegen zijn knecht: Wees maar niet bang, ons leger is groter dan dat van hen. Wie aan de kant van God staat, hoeft niet bang te zijn, want die staat aan de kant van de overwinnaar. Op het gebed van de profeet opent de Heer de ogen van zijn knecht en even ziet hij de echte werkelijkheid, waarin de hemelse legers de kinderen van God bijstaan. Ook nu, in onze tijd, is er Gods bescherming. Dat betekent niet dat het voor Gods kinderen allemaal goed gaat en makkelijk is. We hebben de vorige keer ook gezien hoe Jozef in de buurt van Dothan verkocht werd. Het leek helemaal mis te gaan, maar juist in het leven van Jozef. Vol met moeite zien we de zorgende hand van de Heer. En daarom mogen ook wij in moeilijke situaties erop vertrouwen dat God erbij is. De Syriërs zien niet wat er werkelijk aan de hand is, en zonder het in de gaten te hebben, heeft God hun ogen verblind. Pas als ze door Elisa naar Samaria gebracht zijn, zien ze alles weer goed. Elisa staat de koning niet toe om de Syriërs te doden. Hij wil dat ze brood en water krijgen en terug kunnen gaan. Vuurige kolen zijn dat op de hoofden van de vijanden. In het vervolg lezen we over nieuwe strijd tussen Ben Hadad, de koning van Syrië en Israël. En daar gaat hoofdstuk 7 over. In de vorige uitzending lazen we in twee koningen 6 dat ben de koning van Syrië, zijn leger mobiliseerde en Samaria omsingelde. De langdurige belegering veroorzaakt een hongersnood in de stad. De prijzen stijgen zo sterk dat een ezelskop 880 gram zilver kost en een derde liter duivenmest 55 gram zilver. Als Joram, de koning van Israël, op een dag over de muur loopt, roept een vrouw hem toe en vraagt om hulp. Maar hij antwoordt: Als de Heer u niet helpt, wat kan ik dan voor u doen? Ik kan u geen brood en wijn geven. Ik heb zelf ook niets. Daarna vraagt de koning naar haar probleem. Zij antwoordt dat ze een afspraak heeft gemaakt met een andere vrouw om hun zoons op te eten. Dit is inmiddels met haar eigen zoon gebeurd. Maar de ander houdt zich niet aan de afspraak en heeft haar zoon verborgen. Wanneer de koning dit hoort, scheurt hij zijn kleren. De mensen die toekeken, zagen door de scheur die hij erin maakte, dat hij daaronder een rauw gewaad op zijn blote lichaam droeg. De koning legt vervolgens een eet af dat hij Elisa zal laten onthoofden. In vers 32 en 33 van 2 Koningen 6 lezen we dat Elisa ondertussen een bijeenkomst bijwoont van de leiders van Israël. De koning zendt een boodschapper, maar voordat die bij Elisa is, zegt de profeet al tegen de leiders: Deze moordenaar heeft een man gestuurd om mij te onthoofden. Als hij eraan komt, sluit dan de deur en laat hem buiten staan, want zijn meester zal zich al snel bij hem voegen. Terwijl Elisa nog met hem spreekt, komt de boodschapper eraan. Gevolgd door de koning. De Heer heeft deze ramp over ons gebracht, brieste de koning. Waarom zou ik van Hem nog hulp verwachten? 2 Koningen 7: vers 1. Elisa zei rustig: De Heere zegt dat morgen om deze tijd acht liter meel of zestien liter gerst op de markten van Samaria zal worden verkocht voor elf gram zilver. De officier die de koning ondersteunde, zei tegen de profeet: Dat zou niet eens kunnen, al maakte de heren vensters in de hemel. Maar Elisa zei: U zult het zien gebeuren, maar u zult niet in staat zijn er iets van te eten. Deze voorspelling wordt de volgende dag letterlijk vervuld. Terwijl binnen de stad de spanningen toenemen, zoals uit de gesprekken blijkt, zijn er buiten de poort vier mannen met een ernstige huidziekte? Ze vragen zich af waarom ze hier buiten de poort blijven zullen totdat ze sterven. 2 Koningen 7, vers 3 tot en met 5 Nu zaten buiten de poort vier melaatsen bij elkaar. Waarom zouden we hier blijven zitten totdat wij doodgaan? zeiden ze tegen elkaar. We verhongeren als we hier blijven zitten. Maar dat doen we ook als we de stad ingaan. Daarom kunnen we ons net zo goed gaan overgeven aan het Syrische leger. Als zij ons in leven laten, is dat meegenomen. Als zij ons doden, maakt dat niets uit. Wij zouden toch zijn omgekomen. Tegen de avond gingen zij naar het Syrische kamp. Maar daar was niemand meer te bekennen. Melaatse waren buiten de samenleving gesloten en afhankelijk van hun familieleden of vrienden die hen voedsel kwamen brengen. Maar nu er door de belegering een hongersnood was uitgebroken en niemand de stad uit kon, kregen zij ook geen voedsel meer. Toen ze zich dat realiseerden, hadden ze niets meer te verliezen en besloten zich aan de genade van de Syriërs over te geven. Maar toen ze bij het kamp van de Syriërs kwamen. Zagen zij dat het verlaten was? Wat was er gebeurd met dat grote leger? 2 Koningen 7, vers 6 en 7. De Heere had er namelijk voor gezorgd dat het Syrische leger het lawaai van strijdwagens, het gedreun van paardenhoeven en de geluiden van een naderend groot leger hoorde. De koning van Israël heeft de Hethieten en Egyptenaren gehuurd om ons aan te vallen, riepen zij elkaar toe. Toen brak er paniek uit. Het leger vluchtte de nacht in en liet tenten, paarden, ezels en al het andere achter. De Heere, de God van Israël, gaf door Naaman een overwinning aan Syrië. Maar in 2 koningen zeven jaagde de Heere de Syriërs weg. Met de Hethieten wordt het rijk van de Neo-Hethieten bedoeld in het gebied van Turkije. Een dreiging vanuit Egypte. Betekent voor de Syriërs dat ze vanuit het noorden en zuiden worden aangevallen door nieuwe bondgenoten van de koning van Israël. Gezien het tijdstip, het leger vluchtte de nacht in, zijn de Syriërs nog maar net gevlucht. Er vindt hier een wonder met geluid plaats: het bewerkt een panische angst. Het leger vluchtte de nacht in en liet tenten, paarden, ezels en al het andere achter. De paarden en ezels zijn zeer geschikt om mee te vluchten. Maar in de paniek worden de dieren vergeten. Ze waren gevlucht om hun leven te redden. 2 Koningen 7, vers 8 en 9. De Melaatsen liepen ondertussen aan de buitenkant van het kamp en gingen enkele tenten binnen. Ze aten en dronken naar hartelust en namen zilver, goud en kleding mee, waarna ze hun buit verstopten. Ten slotte zeiden ze echter tegen elkaar: Het is niet goed wat wij doen. Wij moeten dit geweldige nieuws ook aan de anderen vertellen. Al zouden we maar tot morgenochtend wachten, dan zou er een ramp over ons komen. Vooruit, laten we teruggaan en het de mensen in het paleis vertellen. Het geweten van de mannen gaat spreken: niet alleen uit vaderlandsliefde, maar ook omdat ze een bestraffing vrezen. Als ze het goede nieuws voor zich houden. Ze besluiten om de koningin te lichten. Evangelie betekent letterlijk blijde boodschap of goed nieuws. Ook christenen worden vandaag geroepen de boodschap van het Evangelie niet voor zichzelf te houden, maar door te geven. Hoe brengen wij het woord van de Heere over op anderen? Delen we Gods woord met hen die geestelijk verhongeren? De Heere verwacht van ons. Dat we onze talenten gebruiken om het goede nieuws, het woord van God, te verspreiden. Wij moeten het niet voor onszelf houden. Geef het door. In 2 Koningen 7, vers 10 tot en met 20 lezen we: Zij liepen terug naar de stad en vertelden het aan de wachters. De wachters gaven het nieuws door aan de mensen in het paleis. De koning komt uit bed. Maar denkt dat het een list is en stuurt enkele wagenmännen erop uit om te kijken waar de Syriërs zijn gebleven. Zij volgen het spoor van de gevluchte soldaten tot aan de Jordaan. Dan keren ze terug en brengen verslag uit. De hele bevolking van Samaria gaat de stad uit en plundert het kamp van de Syriërs. De officier die de koning ondersteunde. Moest het verkeer bij de poort regelen. Maar de man werd onder de voet gelopen en stierf toen de inwoners van de stad naar buiten stroomden. De profetie van Elisa werd letterlijk vervuld. De exacte vervulling van de profetie was zo wonderlijk dat aan het eind van 2 Koningen 7 de profetie wordt herhaald om er extra de aandacht op te vestigen. Maar. De Israëlieten vergaat alweer snel de wonderbare bevrijdingen van de Heere en vielen weer terug in hun oude zonden. Toen moesten ze weer zuchten onder het oordeel van hun hongersnood. Voordat we verder gaan met twee koningen acht, wil ik in het algemeen wat dieper ingaan op de relatie tussen de koning en de profeet of de profeten van de Heere. Veel profeten die in de boeken Samuel en koningen genoemd worden. Treden op als raadgevers of gaan juist in de oppositie tegen de koningen van Israël of Juda. Vrijwel elke koning die gedurende langere tijd regeert, heeft wel met één of meer profeten te maken. Opvallend is wel dat er bij Salomo geen speciale profeet is die hem regelmatig bezoekt of optreedt aan zijn hof. Sommige profeten treden op als hofprofeten. Wat wil zeggen dat ze aan het koninklijke hof verbonden waren. Voorbeelden zijn Nathan en Gad, die leefden in de tijd van David, en in later tijd Sidkia, de leider van de hofprofeten van Agab. Bij belangrijke beslissingen kon de koning hen consulteren, al spraken zij hun profetische woorden ook zonder dat de koning daarom vroeg. Verder is van Nathan en Gad bekend. Dat ze hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van muziek in de tempel en aan het opschrift stellen van de geschiedenis van David. De meeste profeten, die in de boeken Samuel en koningen genoemd worden, zijn voor zover bekend niet aan het hof verbonden. Maar de heren stuurt hen wel regelmatig met een profetisch woord naar de koning. Soms is dat een woord van bemoediging, zoals vaak bij koningen die de heren dienen. Maar in veel gevallen is het een boodschap van oordeel over de goddeloze wandel van de koning in kwestie. De woorden van de profeten herinneren eraan dat de koning in Israël geen onbeperkt gezag heeft, zoals bij andere volken uit het oude nabije oosten, maar te alle tijden onderworpen blijft aan de wet van de Heer. Voor de koning en het volk is het belangrijk om ware en valse profeten te onderscheiden. In Deuteronomium 13 blijkt dat de profeten van de heren zich altijd op hem richten. Als zij oproepen tot afgoderij, zelfs als dat met wonderen gaat gepaard, moeten die profeten gedood worden. Deuteronomium 18 stelt aan de orde dat de woorden van ware profeten ook uitkomen. Het probleem bij dit criterium is wel dat de vervulling soms lang op zich kan laten wachten. Toch kunnen vervullingen op korte termijn aan het volk de zekerheid geven dat iemand Gods dienaar is, zoals bij Samuel het geval is. 2 Koningen 8, vers 1 en 2 Tegen de vrouw van wie hij de zoon weer levend had gemaakt, had Elisa gezegd: Verhuis met uw gezin naar een andere streek. Want de Heere heeft een hongersnood over Israël aangekondigd die zeven jaar gaat duren. Deze hongersnood kwam ook. Zo trok de vrouw op aanraden van Elisa met haar gezin naar het land van de Filistijnen en bleef daar zeven jaar wonen. De hongersnood vond vermoedelijk plaats in de periode van koning Joram van Israël, die twaalf jaar regeerde en door Jehu werd gedood. Profezie is vaak een actuele toepassing van Gods wet, maar kan ook voorzeggingen van de toekomst inhouden. De vrouw woonde tevreden bij haar familie, en de man haalde met de maaiers de oogst binnen. Maar de hongersnood gaat hier verandering in brengen. De sunamitische vrouw verlaat het land omdat zij Elisa geloofde en hem gehoorzaamde. Ze nam haar gezin mee naar het land van de Filistijnen. En bleef daar de tijd van de hongersnood wonen. Waar denken wij aan als er rampen op de wereld gebeuren? Zouden ze ook een waarschuwing van de Heeren kunnen zijn? Wil de Heeren u, jou en mij stilzetten bij de dingen die werkelijk belangrijk zijn in het leven? Weet u zeker dat u in uw leven op de goede weg bent? Of moet u misschien stilgezet worden en omkeren om weer terug te keren op de weg van de Heeren en zijn dienst? Ik kan er voor u geen antwoord op geven, maar u mogelijk wel. 2 Koningen 8 vers 3 tot en met 6 Na afloop van de hongersnood keerde zij terug naar Israël en ging naar de koning om hun huis en land terug te vragen. Toen zij binnenkwam, was de koning net in gesprek met Elisa's dienaar Gegazi en zei Vertel mij eens iets over de grote daden die Elisa heeft verricht. Gegazi vertelde hem hoe Elisa eens een kleine jongen weer tot leven had gebracht. Precies op dat moment kwam de moeder van de jongen binnen. Koning, riep Gegazi, dit is de moeder van de jongen, over wie ik u vertelde, die door Elisa weer tot leven werd gewekt. Is dit waar? Vroeg de koning haar, en zij beaamde dat. Daarop gaf hij een van zijn ambtenaren opdracht ervoor te zorgen. Dat al haar vroegere eigendommen werden teruggegeven, inclusief de waarde van de oogsten die waren binnengehaald tijdens haar afwezigheid. Toen de honger over was en de Sunamitische vrouw terugkeerde naar haar eigen huis, ontdekte zij dat anderen op haar land waren gaan wonen. Op diezelfde tijd ondervroeg de koning Gegazi over enkele minder bekende daden van Elisa. Hier is Gegazi nog in dienst van Elisa, nog voor hij meelaats werd. Daaruit blijkt dat de geschiedenissen in deze hoofdstukken niet chronologisch zijn verteld. Gegazi vertelde de koning over de opwekking van de zoon van de Sunamitische. Precies op dat moment komt de vrouw binnen. De koning vraagt ook haar naar de geschiedenis. De vrouw beaamt de opwekking uit de dood van haar zoon. Daarop regelt de koning dat haar eigendommen worden teruggegeven, inclusief de opbrengsten van het land. 2 Koningen 8 vers 7 en 8 Korte tijd later ging Elisa naar Damascus, de hoofdstad van Syrië, waar koning Ben-Hadad ziek lag. Iemand vertelde de koning dat de profeet was aangekomen. Bij het horen van dat nieuws zei de koning tegen Hazael... Breng een geschenk naar de man van God en verzoek hem de heren te vragen of ik weer beter zal worden. De aanleiding voor het bezoek van Elisa aan Damaskus is onbekend. Maar zijn voorganger, Elia, ontving op de berg Horeb de opdracht om Hazael tot koning over Syrië te zalven. Elia heeft dat niet meer gedaan. Elisa vervult deze opdracht als hij Hazael in Damaskus spreekt. Zonder dat hier sprake is van een zalving. Hazael is blijkbaar een vertrouweling aan het Hof. 2 Koningen 8, vers 9 tot en met 12. Hazael ging met veertig kameelladingen van de beste producten naar Elisa en zei tegen hem: Koning Benadat van Syrië heeft mij gestuurd om u te vragen of hij van deze ziekte zal genezen. Elisa antwoordde. Ga terug en zeg tegen hem: U zult niet van deze ziekte genezen, want de Heer heeft mij laten zien dat u spoedig zult sterven. Elisa staarde Hazael net zo lang aan, tot hij verlegen werd en barstte toen in tranen uit. Wat is er aan de hand, Heer? vroeg Hazael hem. Elisa antwoordde: Ik weet welke vreselijke dingen u zult gaan doen met het volk Israël. U zult hun forten verbranden, de jonge mannen doden, hun kinderen tegen de rotsen doodslaan en de buiken van zwangere vrouwen opensnijden. Elisa huilde niet om de koning die zou gaan sterven, maar om wat Hazael zou gaan doen met het volk Israël. 2 Koningen 8, vers 13 tot en met 15. Maar ik ben toch een onbelangrijk man, zei Hazael. Zoiets zou ik nooit kunnen doen. Maar Elisa zei: De Heer heeft mij laten zien dat u de koning van Syrië zult worden. Toen Hazael terugkwam, vroeg de koning hem: En wat heeft hij u verteld? Hazael antwoordde: Hij zei dat u weer beter zult worden. Maar de volgende dag doopte Hazael een deken in het water en drukte die op het gezicht van de koning, net zo lang tot hij stikte. Zo werd Hazael koning van Syrië. Door zijn staatsgreep en vreedheid lijkt Hazael op Jehu die in het volgende hoofdstuk beschreven wordt. Hazael wordt meermalen genoemd in de Assyrische teksten, onder andere door Salmanasser III. Daar wordt hij een zoon van niemand genoemd. Dat wil zeggen, iemand die de troon veroverd heeft en geen koning is geworden door afstamming. 2 Koningen 8, vers 16 tot en met 18. Koning Joram, de zoon van Koning Jozefat van Juda, kwam aan de macht in het vijfde regeringsjaar van Koning Joram van Israël, de zoon van Agab. Joram van Juda was 32 jaar toen hij koning werd en hij regeerde acht jaar vanuit Jeruzalem. Maar hij was net zo slecht als Agab en zondigde net zo tegen de Heer als de koningen van Israël. Hij trouwde zelfs met een van Agabs dochters. Joram, de zoon van Jozefat, wordt koning van Juda. Zijn regering wordt getypeerd... met het wandelen in de weg van de koningen van Israël. Zoals het huis van Agab. Met als reden dat hij een dochter van Agab tot vrouw heeft. Hij doet wat kwaad is in Gods ogen. Toch wil de Heere Juda niet vernietigen... Omwille van zijn knecht David, aan wie hij had beloofd het licht van zijn koningshuis voor altijd te laten branden. 2 Koningen 8, vers 20 tot en met 22. Tijdens Jorams bewind kwamen de Edomieten in opstand tegen Juda en benoemden een eigen koning. Koning Joram probeerde zonder succes de opstand de kop in te drukken. Hij stak de Jordaan over en viel de stad Saïr aan. Maar hij werd al snel omsingeld door het leger van Edom. S'nachts brak hij door de linies van Edom zodat zijn leger kon ontkomen. Zo wist Edom tot op de dag van vandaag zijn onafhankelijkheid te behouden. In die tijd kwam ook Libna in opstand. De problemen nemen wel toe. De Edomieten onttrekken zich aan de macht van Juda en stellen zelf een koning aan. In dezelfde tijd komt ook de stad Libna in opstand. In de versen 23 tot en met 25 lezen we dat het overige van de geschiedenis van Joram is beschreven in de kronieken van de koningen van Juda. Hij sterft en wordt begraven bij zijn vader in de stad van David. Zijn zoon Agasja wordt koning in zijn plaats. 2 Koningen 8, vers 26 tot en met 29. Agasja was 22 jaar toen hij de troon besteeg, maar hij hield het slechts één jaar uit in Jeruzalem. Zijn moeder was Atalja, een kleindochter van koning Omri van Israël. Agasja was een goddeloze koning, net als de nakomelingen van koning Agab. Hij was namelijk door zijn huwelijk met Agabs familie verwant. Hij koos de kant van koning Joram van Israël, de zoon van Agab, en samen streden zij tegen koning Hazael van Syrië bij Ramoth in Gilead. Koning Joram werd in de veldslag gewond en ging daarom naar Israël om weer op krachten te komen en zijn wonden te laten genezen. Tijdens zijn verblijf daar kwam koning Agasja van Juda hem opzoeken. Net als zijn vader wandelt Agasja in de weg van het huis van Agab, en doet hij wat kwaad is in de ogen van de Heer. Het wandelen in de weg van het huis van Agab betekent introductie van andere goden, zoals de Baal. Volgens 2 Konieken 22 waren zijn moeder Atalja en andere leden van het huis van Agab zijn adviseurs. Agasja trekt met Joram, de zoon van Agab, uit en strijdt tegen Hazael, de koning van Syrië. Bij Ramoth in Giliad. Maar de Syriërs verwonden Joram. Een eerdere strijd bij dezelfde stad kostte Agab het leven. Ramoth in Giliad wordt ook genoemd in 2 Koningen 9, met vermelding van legeraanvoerder Jehu. Het is onduidelijk of Agasja alleen maar soldaten stuurt of dat hij ook persoonlijk is meegegaan. Nadat Joram gewond is geraakt. Keert hij terug om in Israël te herstellen van zijn verwondingen. Agasha, de koning van Juda, gaat daarbij hem op zieke bezoek. Zal Joram het overleven? In de volgende uitzending lezen we meer in 2 koningen 9 en 10. Geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-4784. 3, ook kunt u een e-mail sturen naar door at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.